Waarom kunnen Jack van Gelder en Herman de Blijker niet zonder hun vrouw? Omdat ze haar missen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video. Het is weer zover. Een nieuwe video. Voor de mensen die zich afvragen hoe mijn leven er zo'n beetje uitziet deze maand. Het is inmiddels 1:30 s'nachts. Ik heb net de Europa League finale gekeken. Heel spannend. Lekker veel penalties. Ik heb er maar een pilsje bij gepakt. En ik kom tot de conclusie dat eigenlijk dat er geen andere mogelijkheid is dan weer kut cheap content maken. Om het toch weer voor elkaar te krijgen en een filmpje online te krijgen vandaag. Ik moet wel zeggen, jullie vonden het reageren op de Rijdende Rechter erg leuk. Dankjewel. Dit is wellicht de laatste aflevering, want de maand is bijna voorbij en ik weet niet of ik het na deze maand nog ga doen. Maar het wordt wel een zinderende finale, want deze aflevering schijnt echt heel goed te zijn. Een heikele hagen. Dat is een redelijk oude aflevering. Ja, maar het gaat weer prachtig worden, mensen. Abonneer vooral op dit kanaal. Vergeet het vooral niet. We zitten al bijna op die miljoen. Abonneren! Goed, nou is het hele huis ook weer wakker. Als ze maar geabonneerd zijn. In Maasbommel is een enorme ruzie ontstaan over een heg van coniferen. De familie Reijnen zegt dat de buren hun heg volledig hebben verknipt. De familie Boerakker vindt de heg veel te hoog en zij zeggen de heg moet weg. Bang, bang! We hebben een cadeautje voor je, we gaan niet veel praten. Kijk hier, een Nintendo DS. Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Laat staan dat ze op elkaars grondgebied mogen komen om de heg te snoeien. Oh, het gaat hier dus om een heg. Een heg. Een hegpin. Eén buur heeft een lelijke heg. De andere buur heeft aan die heg gezeten zonder het te vragen. En dat veroorzaakt ruzie. 4 jaar geleden was ik garage aan het schilderen. En toen kwam van de buurvrouw het verzoek of dat ik de heg een keer wilde snoeien. Oh, de buurvrouw kwam zelf met het verzoek. Ik zeg natuurlijk buurvrouw. Ik heb contact gezocht met een hoveniersbedrijf, zijn gekomen. Toen kwam de buurman en die zei, hier komt bij mij het erf niet op. Dat is raar als de buurvrouw het vraagt en de buurman vindt het niet goed. Communicatie is belangrijk in een relatie, mensen, dat je op één lijn zit. Ik wil niet hebben dat die aan deze kant kunnen snoeien als ze zo openblijft. Nee! Wie is deze foto? Is hij dat toen hij jong was? Is hij dat? Ook als hier een takje overgroeide, dan werd het rigoureus afgeknipt door de buren. En dan werd het hier neergegooid. Oké, dus die buurman is, die lijkt op het eerste ogenblik wel de boosdoener. Die is gewoon aan het naaien dat hij niet mag knippen. En die flikkert allemaal zooi op hun terrein. Ik ben benieuwd wat zijn verhaal is. We zijn hier komen zitten, want we hebben nog niet kennis gemaakt. Zijn. Nou, heb ik toch bij de buren gehad. Nou, dan kan ik toch kennis maken. Nou, dat doet zij helemaal niet. Ze praten nog niet mee. Ze praten. Het is echt een Milo. Echt een Milo-kapsel. Die vent zit er ook zo niet echt open bij of zo. Die wil. Ja. Als ik een heg wil boden, dan broed ik het op mijn eigen. Dan kan ik de westkant en de langskant. En dat kan niet. Nee, dat ga je niet. Op het moment dat ze je mogen, dan kun je bij ze op de keukentafel gaan zitten scheiden. Nou, hier zou ik wel graag willen scheiden hoor. Ja, heb ik last van in de zomerdag. Die komen over het muurtje heen. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Want het gras gaat helemaal door dan, om achter die heg. Dat gras dat daar zit, dat komt er helemaal. Wederom, we zitten 3 minuten in de aflevering en ik snap er gewoon nog steeds weer helemaal niks van. Ja, hij staat ermee op en hij gaat ermee naar bed. Red de katet. Maar die zal ook geen 40 of 50 centimeter van de muur af. Ja, wat is nou je probleem, Milo? Eten we weer aubergine vanavond? Zij eet sowieso nooit aubergine. Wij zijn 42 jaar getrouwd geweest. Nou, we hebben er nooit geen last van. Want we geven al de buren niet. En dan zit er zo in het tussen. Ja, wat? Ja, bro, als ik zo een video zou maken. Ja, dan zou ik het scherm niet eens zien. Dus dan zou er niet eens een aflevering zijn. Maar je kijkt toch in die... Rijdende recht. Onze eis is dat de familie Boerakker van de heg afblijft. En dat mijn hoveniers de mogelijkheid krijgt om de heg te onderhouden. Mijn eis is dat de heg niet hoger is dan 1,70. En 50 centimeter van het muur. Ja, maar... Hallo mevrouw, als die heg niet hoger mag dan 1 Milo bedoel ik, sorry. Als die heg niet hoger mag dan 1,50 meter, dan moet hij toch wel mogen snoeien. Anders wordt hij wel hoger dan 1,50 meter of 1,70 meter. Ja, dat gaat alleen over de heg. Op zich is het overzichtelijk dat het alleen over de heg gaat. Normaal gesproken is het altijd vet veel problemen. Hij lijkt trouwens op een oude leraar van mij. Geef verder niet. Meestal halen ze er heel veel onzin bij, dan is het niet meer te volgen. Maar het is duidelijk die heg. Contact gemaakt met mij over die heg te snoeien. Ja. Maar hij is nog nooit... nuchter bij mij geweest. Oh, rustig. Hij is 5 keer... Rustig, hè? Bij mij geweest op de plaats, dat die kei bezopen was. En dan heb ik hem teruggestuurd. Kom morgen maar terug als je nuchter zit. Maar dan durf je niet te komen. Dan durf je niet, want de hart had hij niet om te komen. Ja. Dus dan zou je niet naar je buurman durven als je niet dronken bent. En daarom heb ik hem laten snoeien. Nou ja, u mag zelf reageren. Hij lijkt eraf te blijven. En ik ben totaal niet bang van hem. Nee, maar ik zie ik zeg dat jij geen onrecht. Nee, maar hij ontkende niet dat hij altijd dronken was. Eerlijkheid is wel mooi in dit programma. Gewoon toegeven dat je met de buurvrouw wilde zoenen. Ja, dat is een grote fout van mijn gewin. Er wordt natuurlijk wel wat over u gezegd. Namelijk dat u alleen maar met een slokje op bij de buren aanklopt. Laat ik er dit op zeggen.
Tot zijn niveau verlaag ik mezelf niet. Nee. Hij ontkent die niks. Als je op televisie daarvoor uitgemaakt wordt, dan ontken je dat niet. Wat gebeurt er met u van binnen als u inderdaad dan in contact treedt met de buren? Ja. Maar waar is het fout gegaan? De eerste keer dat jij de buren gaat, ga je dan niet janken? Ze zijn zo lelijk, ze lijken op Milo. Kan ik niet zo goed onder woorden brengen. En weet je, als ik naar u kijk, dan zie ik een stoere man. En dan denk ik ook van, nou, u bent misschien ook wel een man. Nee. En waarom niet? Omdat ik vind dat ik recht voor spreken. Maar wat is er dan gebeurd? Dan wil het nog wel eens gebeuren dat hij naar de drank grijpt. Gewoon om het een plekje te kunnen geven. Ja, en... Ah, hij is dus door de buren gaan zuipen. Normaal gesproken houdt niet van bier. Die vindt hij gewoon smerig. Omdat de buren zo ongelooflijk lelijk zijn, kan hij niet van de drank afblijven. Als ik het allemaal uit moet leggen wat hij gedaan heeft. En dan zei de galie, praat de galie wel. Leg het uit, vriend! We hadden boerenmoes gepot, op zijn Hollands gezeten. We hadden boerenmoes gepot, dus zonder hekken voor. En wat doet hij? Hij gooit de hekken over de boerenmoes heen. Ja, en de boerenmoes? Ik zei, dat zijn mooie gediende. Zij weet niet wat boerenmoes is. Ik ook alleen maar door de ondertiteling. Weet je dat? Hoe weet dat niet, vrouwke? Maar toen waren je ook bezopen. We moeten de bierputten open gaan trekken. Zit u daar? Ja, dat kun je gerust doen. Ja, oh, nou, maar dan kan ik ook nog wel een boekje open doen, hoor. Dat duurt helemaal open. Dat is, sorry, maar dat is beneden mijn stand. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Nee. Ja? Gebeurt dit als jullie elkaar... Zij weten tot de dag van vandaag niet wat boerenmoes is. Kan iemand die arme Jeske even uitleggen wat boerenmoes is? Nou, dan ging 3,83 meter. Meneer Boer... Akker weer zo waar boven, gaat het over? Niet mochten filmen. Nou ja, wat natuurlijk opmerkelijk is, omdat u eigenlijk vrijwillig meedoet aan ons programma. Maar laten we anders even kijken wat er gebeurde. Daar zit ik over na te denken. Je moet ook allebei vrijwillig mee willen doen hieraan. Maar hij wilde dus eigenlijk niet. Wij hier aan de gang is, als je persoon niet meer hij praat een beetje als een hele grote kuil. Eerst die puilekjes eruit en dan kunnen we aan de gang. Hé, niet doen. Schuif. Bro! Nee. Wat de fuck is dit? Los! Nee. Er wordt niet gefilmd hier! Bro, je doet mee aan een televisieprogramma. Bro, die camera was dat voor je neus. Waarom ga je nou eens mappen met je wandelstok, ouwe gek? Die heeft er echt niet meer op een rijtje, hoor. Er wordt niet gefilmd. Nee, joh, mogol! Ik stij uit. Ik schrok zelf ook, zag je dat? Er wordt niet gefilmd. Nee, joh, mon! Hé, mensen, als jij flashte daar thuis dat hij dat water gooide. Bro, hij trilt ook als een gek, man. Deze gozer is niet barky. Kijk hier, joh. Maar zo wordt er niet gefilmd. Die zit er een tv-programma. Dan wordt hier niet gefilmd. Kijk uit. Buiten kunnen filmen, man. Maar niet hier. Nou, dan gaan we naar buiten. Nou, dan er maar op. Je wilt niet naar buiten komen? Nee. Waarom niet? Ik met die rotzooi niet doen en hebben zo. Maar ik moet toch komen kijken naar die heg? Ja, naar die heg moet ik komen kijken, maar niet naar de rest. We moeten even de kadastrale grens hebben ze even uitgezet. Maar dat klopt geen flikker wel. En als die paaltjes eruit gaan, dan komt hij wel kijken. Maar, dan kan wat kijken. Ligt hij hier ook te doen? In de tussentijd is die vent boos omdat deze paaltjes niet goed staan. Die geven de erfgrenzen aan, geloof ik, van zijn gebied, van zijn huis. Maar hij is er niet mee eens hoe ze staan. Ze staan niet goed volgens hem. Terwijl deze mensen dat weten. Die zijn van het kadaster of zo. Bro, je had de aflevering wel iets leuker kunnen maken. Deze vent loopt gewoon 20 meter en je laat het er ongeknipt in. Er gebeurde duidelijk niet genoeg leuks in deze aflevering. Hey, Milo. Zo. U bent er. Paaltjes eruit. Nou. Dit muurtje. Wie heeft dat muurtje ooit neergezet? Heeft u dat zelf neergezet? Jazeker. En wanneer? In 1963. Tering! Okay. Dit is de heg waar we het over hebben. Maar daar kom ik eigenlijk voor, hè? Ja. U mag hier niet knippen, maar u wilt wel dat het geknipt wordt. Jazeker. Waarom moet dat dan? Waarom moet dat bij mij nou het land gaan? Ja, dit is een beetje een terugkerend fenomeen. Dit hebben we natuurlijk al eerder gezien bij... Dan kom je aan mijn eigendom. Nou, wat moet ik er verder van zeggen? Ik wilde straks even doorpraten over de zaak binnen. Kijk even... Bro, ik mis het vuurwerk, man. Gaan we nog een beetje mat of niet met die oude gek? We gaan straks naar de hoorzitting. Dat geloof ik niet. Hè? Dat geloof ik niet. Nou, ik dacht het wel. Nou, dat van niet. Want u heeft toegezegd te komen. Ja, en, ik kom niet. Moet u even goed luisteren. Ja, ik kan een hoop hebben. Maar ik laat hier niet voor Jan, ik kom hier niet voor Jan met de korte achternaam. Maar, u heeft me hier laten komen en dan ben ik er en dan komt u gewoon. Maar waar ga ik dan bij hem komen? U komt gewoon naar de hoorzitting toe. Ja. Nou, dan loopt het helemaal verkeerd af. Kom morgen vroeg maar terug. Dat zou ik niet denken.
Mevrouw, praat even. Oeh, we hebben veel dingen meegemaakt ondertussen. Maar iemand die tegen Frank Visser in gaat en die daar moet optreden, boos, dat hebben we nog niet meegemaakt. Maar deze vent hebben toch meegedaan aan het programma? Waar gaat het nou uiteindelijk over, zegt hij ook. Jij bent een zeikert, zij willen gewoon hun eigen heg knippen. Nou, ik heb meester Visser niet vaak zo streng gezien. Nee, ik ook niet. Maar goed, voor jullie de stelling, als je de heg niet kan onderhouden, dan moet je hem weghalen. Ben ik het helemaal mee eens. En wat je hier ook ziet, is dat er eigenlijk maar één echt slachtoffer is en dat is de heg. Die heg staat echt tussen die twee partijen in en kan er eigenlijk niks aan doen en wordt meegezogen in een... Gaan we nou doen alsof die heg een leven heeft of zo? Wat? En de grote vraag is natuurlijk of meneer Boerakker naar de hoorzitting is gekomen. Welkom, we zijn hier in Maasbommel, waar het leven nog een feest is. Nou, hij is er niet. Voorlopig even of niet. Of is hij daar wel? Nee, hij is er niet. En uw man, ja... Hij wil niet komen. Nou ja, ik kan me wel een beetje voorstellen. Er is een zaak met de rijdende rechter. Je gaat er vanuit, het muurtje is de erfgrens. En dan opeens komen de landmeters. En dan, ja, dan opeens staat er 72 centimeter. En de achterkant 47 centimeter. Dat eigenlijk het muurtje buiten de erfgrens staat. En uw man dacht, oh jee. Daar ga ik. Ja, hij heeft gewoon in 1966 een stuk te veel geclaimd in zijn huis door daar gewoon een muurtje te metselen. Dat komt nu uit, mensen. Maar het kan dat door verjaring die grens gecorrigeerd moet gaan worden. En dat is wel een punt wat we hier natuurlijk hebben. Als dit muurtje daar meer dan 50 jaar staat, dan lijkt het er wel op dat dat verjaard is. En dan is uw man voor niks thuis gebleven. Want dan zou hij hier niet... Even juridisch. Als de kadastrale grens... Wat is dit voor kut aflevering, man? Maar u eist dat... uw gouverneur toegang krijgt om de haag aan hun kant te knippen. Ja, dat zal dan misschien onder politiebegeleiding moeten. Ja. 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 Maar dat is natuurlijk niets. Dat wil je toch ook niet? Nee, dat wil ik niet. Ik ben nu wel benieuwd wat hij gaat beslissen over die heg. Oh, wat gaat hij zeggen? Oh. Uitspraak in de zaak van de familie Reijnen tegen de familie Boerakker. In deze zaak zou je een hoop oplossingen kunnen bedenken waarvan elk mens thuis zou denken, nou... dit is het beste. Maar als partijen daar niet aan willen, dan moet de rechter beslissen. Die moet de knoop doorhakken. En dat zal ik ook doen. En daarbij moet ik gewoon de wet toepassen. En wat zegt de wet? Waar loopt de juridische erfgrens? Dat is de vraag die in deze moet worden beantwoord. Normaal gesproken is de kadastrale grens beslissend. Tenzij er sprake is van verjaring. Is dat hier het geval? Ja. Want het muurtje, dat staat er al zo'n 50 jaar en het recht past zich dan aan de werkelijke situatie. En dat betekent dat de haag, die er pas sinds 2000 staat, inderdaad weg moet. Want verplaatsen is geen optie. De heg moet weg. Oh, hij zit in de mut, hij heeft verloren. Betreden. Oh, en hij is ook degene die zich opgegeven heeft voor het kutprogramma. Oh, wat verlies je, wat zit je dan in de mut? Dus de eerste keer dat er echt keihard een verliezer is, jongen. Ik zeggen dat ze echt de vreugdestraal van die mensen hun gezicht af van... Wauw, we hebben gewonnen. Bam, jongen. Nou, ja, ja, je verliest het, dat is niet fijn. Nee, in de mut. Jongen, wat zijn dit kutmensen, zeg je rechts. Even serieus. En ze winnen ook nog, maar ja, het recht, dat is het mooie van een rechtsstaat, mensen. Wat een aparte aflevering was dit. Niet het meeste spektakel op dat deze vent niet helemaal goed in zijn kop was. Maar alsnog een leuke aflevering met een keiharde verliezer. Wat staan ze hier in de mut? Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen als het goed is weer. Fish me? Nee. Waarom lopen schapen altijd mank? Omdat ze lam zijn geweest.